En wat moet ik met de liefde? Ik weet natuurlijk donders goed dat in vorstelijke kringen een huwelijk geen privézaak is. En helemaal geen zaak van persoonlijk geluk. Het gaat om de toekomst van het koningshuis. Om een paar sterke nakomelingen. Een strategische overeenkomst tussen man en vrouw waarmee ons geld en aanzien worden veiliggesteld. En dan is trouw een bijzaak. Mijn vader schreef zelfs: bedenk, zoon, dat een man in geen enkel huwelijk ongelukkig hoeft te zijn, omdat hij altijd ergens anders afleiding kan vinden. Dat had hij vast niet geschreven als hij wist dat het om mannenliefde ging. Want dat is geen liefde, hè? Nee, nee. Onnatuurlijk en verboden. Opgekropte lust. Hoe kan iets onnatuurlijk zijn als het overal in de natuur voorkomt? Bij mensen en bij dieren. Ik voel toch zeker zelf wel wat liefde is. En de Romeinen dan? In hun tijd waren grote keizers, legeraanvoerder en openlijk homoseksueel. Hoezo kon dat toen wel en nu niet? Waarom ben ik wie ik ben? Waarom ben ik niet als een ander?